Dan gaan we nu kijken, dames en heren, naar een presentatie van Sander de Hosson. Sander is longarts in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen en heeft, zoals u waarschijnlijk nu weet, de titel alumnus van het jaar 2019 weten te behalen. Met name door zijn toewijding voor de palliatieve zorg. Ik vond het wel mooi wat daarover in het juryrapport geschreven werd. Door zijn grote betrokkenheid met zijn patiënten, zijn inzet voor veranderingen in de medische opleidingen en door de aansprekende en ontroerende manier waarop hij in zijn columns de buitenwereld weet te verbinden met wat er gebeurt in de medische sector, is Sander de Hosson een geweldige en betekenisvolle inspiratiebron voor iedereen in en buiten de geneeskunde en voor huidige en toekomstige geneeskundestudenten. Sander, ik geef jou het woord. Carlijn, mijn vriendin, al zo lang. In onze biografieën komen wel 100 pagina's overeen. Brugklas, zij was erbij. Eerste keer liefdesverdriet, zij was erbij. Tweede, derde, vierde keer ook. En toen mijn vader overleed, present. Rouwkaarten schrijven, urenlang een nieuwe laag solidariteit voelen groeien. Bollepellen, strandvakantie, rijbewijs, samenwonen, 30 worden. En gillend van de pret in de kroeg en jankend van het lachen aan de telefoon, alsof het allemaal niet opkom. Wisten wij veel. Tot een jaar geleden had je zomer een onheilstijding in de vorm van een tumor. Kwaadaardig, zeldzaam ook. En ineens loert de dood. Hotse botsend gaat ze de berg over. Chemotherapie, operatie, bestralingen, moed verliezen. En zichzelf weer bij de kladden grijpen. Yoga en lachen, zoveel dat nog lukt. En het lukt, want begin maart 2019 gaat de vlag uit. De tumor is weg en zij is er nog. Hoera. Vooruitkijken nu. Focussen op het goede. In ieder geval niet op dat ene pieterpeuterige vlekje op haar longen. 2 weken later. Een berichtje in de appgroep voor vrienden, familie en collega's. Carlijn is aan het typen. En even later staren 50 ogen tegelijk naar het woord uitzaaiingen. En ze zit per direct in de palliatieve fase, schrijft Carlijn. Het is een kwestie van weken, hooguit maanden. En morgenochtend spreekt ze de huisarts over euthanasie. Wat gebeurt er in je hoofd bij dit soort nieuws? En hoe heet die koude koorts van paniek, verzet en diep verdriet? Dat is kortsluiting. Kortsluiting met thee en bastonjes, want 's avonds zitten wij, 5 vriendinnen van de middelbare school, bij Carlijn op de bank en we luisteren naar een bizarre toekomstschets. Nee, ze heeft geen grote wensen meer. Maar wat nog wel? Zoveel mogelijk tijd doorbrengen met haar vriend, ouders, broer en zusje. Nog 1 keer een weekendje weg met ons. Cheesecake eten en naar de show van Brigitte Kaandorp. En dan maar hopen dat die haar lievelingssketch tosti, kaas, appel en kaneel doet. Alleen de nieuwsapp, die gooit ze van haar telefoon. Dit is een snelcursus aanvaarding en we moeten slagen. Er is geen tijd voor onnozele rechtvaardigheidsvragen. En bovendien is dit ons jubeljaar, benadrukt ze. Want allemaal worden we 40, 1 krijgt een kind, 2 gaan er trouwen en zelf gaat ze haar 40ste verjaardag ook vieren. Groots zelfs, al was het alleen maar om haar vrienden te bedanken voor de steun van de afgelopen tijd. Want zo is ze ook, die tut. Lief tot aan het graf. Het zijn rare dagen, het zijn rusteloze nachten en als nooit tevoren ervaar ik de troost van een vriendinnengroep die elkaar al 28 jaar kent. Een wonderlijke symbiose treedt op, allemaal tegelijk worden we ziek. Wel op tijd komen morgen, appt Carlijn op 28 maart, de avond voor haar 40ste verjaardag. Want om 9:15 wil ik jullie allemaal tegelijk toespreken. Maar dat feest komt er niet. Want een paar uur later krijgt ze een hersenbloeding. En de eerstvolgende keer dat we haar zien liggen, is ze in een hospice. 5 vriendinnen aan de rand van haar bed, eiend over haar nog maar net teruggegroeide haartjes. Er zijn kleine grapjes, er is fluisterliefde. Er zijn holle ogen. En aan haar vinger zit ineens een trouwring. Daarom moesten we op tijd komen. Hoeveel kan een mens huilen? Maar dan ineens een loepzuivere grap uit haar mond, dwars door dat zieke lijf heen als moedertaal. Ze is er nog, onze vriendin. Maar maanden zijn weken geworden en weken zullen dagen worden. Het zijn dagen van ingehouden adem.
En op de terugweg denk ik aan ons allerlaatste telefoongesprek. Ze sprak nog over de kindjes van haar zus, over ingedikte tijd, over uitvaartmuziek. En over alles is zo intens ineens. En dan de vraag, schrijf je nog één keer over mij? Even later klinkt het slotkoor van Bach's Matthäus Passion door de kamer. Wir setzen uns mit Tränen nieder. De kachel ruist en de hemel zwijgt beschaamd. Dit is een column die Eva Hoeke, een columnist van de Volkskrant, heeft geschreven en heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Omdat eigenlijk in één keer zoveel duidelijk wordt over waar onze patiënten vaak doorheen gaan. Er is zoveel meer aan de andere kant van de tafel wat wij als dokters niet vaak zien. En daarom wilde ik deze column graag met u delen. Ik ga het vandaag hebben over palliatieve zorg. De zorg voor patiënten die niet meer beter zullen worden. En met name de zorg in de laatste levensfase. Ik denk dat die palliatieve zorg een enorme vooruitgang heeft doorgemaakt de laatste 20 jaar. Eigenlijk begon het allemaal in de tweede helft van de vorige eeuw met Dame Cicely Saunders, een verpleegkundige. Later is zij arts geworden. En ze vat het eigenlijk heel mooi samen. Ze is de grondlegger van de palliatieve zorg. En ze vat het heel mooi samen in deze quote. You matter because you are you. And you matter to the last moment of your life. We will do all we can, not only to help you die peacefully, but also to live until you die. Leven totdat je sterft. Leven tot in de laatste seconde van het leven. Dat is het doel van goede zorg voor patiënten die niet meer beter zullen worden. Het gaat niet alleen om de patiënt, maar ook om zijn naaste. Daar heeft ze ook veel over geschreven. Ik zal straks wat meer over palliatieve zorg vertellen. Ik ben gek op quotes, dus ik wil heel graag deze quote ook nog met u delen. Dat is een briefje wat ik vond op het internet, waarbij een familie dank zegt aan het personeel van een hospice in Engeland waar hun moeder overleed. Ze schreven, we think hospice means death, but as we watch you all take care of her, we realized it really means celebrating life. En zo is dat, want vaak wordt in die laatste dagen het leven gevierd. Ik kan me dat zelf nog goed herinneren. Mijn moeder is in 2010 overleden. Ze had een hersentumor en ze ging naar een hospice om daar te sterven. En het was op de Veluwe waar mijn ouders toen woonden. En het was een beetje bijzonder, want mijn zus is fysiotherapeut, haar man ook. En ja, we hebben allemaal medici in onze familie. En toen dat hospice hoorde dat mijn moeder eraan kwam, toen waren ze best wel bezorgd. Want ze zagen in één keer, dachten ze, oh shit, daar komt die mevrouw en daar gaan we goed voor zorgen. Maar ook die hele familie komt mee. Met al die mensen die het misschien wel beter wisten dan wij. Maar niets van dat alles was waar. Want in dat hospice heb ik zorg gezien die ik eigenlijk nog niet goed kende. Wij konden als familie echt achteroverleunen, omdat er zoveel passie en zoveel compassie was bij deze vrijwilligers en verzorgenden van dat hospice, dat we echt achterover konden leunen en afscheid konden nemen en haar leven konden vieren. Die zorg in die terminale fase, die zo belangrijke zorg, dat heb ik daar echt gezien. Die warmte heb ik daar gezien en dat is erg waardevol, ook voor mensen die afscheid nemen. Palliatieve zorg. Ik denk dat het heel belangrijk is. Het is ook een concept wat eigenlijk door Cicely Saunders beschreven is. Dat het vanuit domeinen of vanuit perspectieven bestaat. En uiteraard bij patiënten met een ongeneeslijke ziekte is die somatische dimensie van de palliatieve zorg erg belangrijk. Hè? Het gaat over pijn, het gaat over benauwdheid, over misselijkheid. En ik denk dat wij als dokters heel goed opgeleid worden om te kijken van hoe gaan wij om met dat soort klachten. Daar worden we echt wel in getraind. Maar voor mij is die palliatieve zorg veel holistischer, veel breder dan alleen maar die somatische dimensie. In de palliatieve zorg gaat het ook over de psychische dimensie. We weten dat angst en depressie vaak voorkomen in die palliatieve fase. En ook dat verdient eigenlijk net zoveel aandacht als alleen die somatische dimensie waar we erg op gericht zijn. Derde dimensie van palliatieve zorg is de sociale dimensie. En dan gaat het over de patiënt versus zijn naaste en de naaste versus de patiënt. En hoe is die interactie precies? Ik vind dat zelf nog een black box van de palliatieve zorg. Hè? Want eigenlijk hebben we niet heel veel aandacht, als we eerlijk zijn, niet heel veel aandacht voor bijvoorbeeld kinderen. Ik had vorige week nog een man van 45 jaar in mijn spreekkamer. Hij had longkanker en hij had twee kinderen van 10, 12 jaar oud.
En op een gegeven moment, en dat ben ik me wel een beetje gaan aanleren, heb ik ook die kinderen uitgenodigd in de spreekkamer. Want ze hebben donders goed door wat er allemaal speelt, alleen ze horen het allemaal uit de tweede hand. En ik dacht, ik ga ook met die kinderen praten. Dat was mij aangeraakt door een pedagoog, die zei dat is belangrijk, ook voor de rouwverwerking. En dat is typisch iets waarin we denk ik in de sociale dimensie ons nog verder mogen ontwikkelen. En de vierde dimensie van palliatieve zorg is existentiële dimensie. Het gaat over levensvragen, over zingeving. Zingevingsvraagstuk is een van de grootste uitdagingen in de palliatieve zorg, vind ik persoonlijk. Want bijna alle patiënten met een ongeneeslijke ziekte zullen aanlopen tegen dit soort levensvragen. En hoe kan ik mijn leven nog kleur geven? Bijna iedereen verliest de grond onder zijn voeten. En die existentiële dimensie, die levensvragen, die vragen die eigenlijk geen antwoord hebben, want niemand weet dat, die vragen mogen wel gesteld worden en daar moet ruimte voor zijn. Ik denk dat wij in onze opleidingen en ook in onze praktijk veel meer aandacht moeten hebben voor zingevingsproblematiek. Want dat is vaak wat mensen echt dwars zit. Dat hele palet van deze dimensies, dat noemen we de palliatieve zorg. Een holistische benadering, dat is heel erg belangrijk. En ik ben er erg blij om te zien dat in alle geneeskundeopleidingen dat holistische aspect steeds meer aandacht krijgt. Want de mens moet je als geheel zien. Het gaat niet om de ziekte, maar het gaat om de zieke en iemand compleet te behandelen. Dat is denk ik een van de meest goede dingen die de palliatieve zorg gebracht heeft. Iets anders wat in de palliatieve zorg heel belangrijk is, is een concept wat we advanced care planning noemen. Het vroegtijdig met een patiënt en zijn naasten gaan kijken wat de wensen en de behoeften zijn. En wat de patiënt nu nodig heeft, maar ook later in het traject. En dat is niet één gesprek, dat zijn vaak meerdere gesprekken. En die advanced care planning, dat is denk ik, en er wordt ook wel veel wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Ik denk dat dat heel waardevol is. Het gaat bijvoorbeeld ook over het praten over de dood. Ik ben zelf longarts, ik zie veel patiënten die bijvoorbeeld bang zijn om te stikken. En je ziet dat het praten over dat laatste stuk, over de stervensfase, dat kan heel veel rust geven aan patiënten. Bijvoorbeeld ook dat longpatiënten eigenlijk nooit stikken. En alleen die kennis, dat geeft al heel veel waarde. Daar kunnen mensen heel veel rust in vinden. En een ander onderdeel van palliatieve zorg is uiteraard de end-of-life care, de zorg in de laatste levensfase. En daar zal ik in deze presentatie wat verder over vertellen. Ik denk dat voor het lekenpubliek, voor de maatschappij, is de terminale zorg vaak hetzelfde als palliatieve zorg. Terwijl palliatieve zorg juist veel breder dan dat is. Palliatieve zorg begint al op het moment dat patiënten een ongeneeslijke ziekte hebben. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook vertellen, dat terminale zorg maar een klein onderdeel ervan is. Natuurlijk een belangrijk onderdeel. Speelt de dokter en de verpleegkundige een belangrijke rol in die laatste levensfase? Nou, er wordt iedere 5 jaar wordt het stervensonderzoek gepubliceerd door de Erasmus Universiteit. En in 2015 is gekeken naar alle mensen die overleden zijn. Er is gekeken van hoe zijn die mensen eigenlijk overleden. En je ziet dat in 1/4 van de gevallen patiënten plotseling overleden zijn. Dat is natuurlijk de categorie patiënt waarbij het overlijden niet in zicht was. En die plotseling overleden zijn. Dus daar speelt palliatieve zorg geen rol. Maar bij het overgrote gedeelte van de patiënten is van tevoren wel duidelijk dat patiënten gaan overlijden. Het is een verwacht overlijden bij ongeveer 3/4 van de patiënten. En de onderzoekers zijn gaan kijken van welke medicatie krijgt deze patiëntengroep precies in de periode voor hun overlijden. Je ziet dat 1/4 van de patiënten geen morfine toegediend krijgt, maar dat ongeveer 50% van alle patiënten die gaan overlijden in het traject in de laatste dagen morfine krijgen. Ofwel in tabletvorm, ofwel subcutaan en heel vaak via een 24-uurspompje. Je ziet dat palliatieve sedatie ook veel toegepast wordt. Het geven van midazolam, het verlagen van het bewustzijn om mensen in hun sterfbed comfortabel te maken. In 2005 door de KNMG een richtlijn vervat en je ziet dat dat behoorlijk gestegen is. In 2016 boven de 30.000 keer toegepast in Nederland bij overlijden. Zijn er in deze diagram zijn er nog 2 kleine brokjes te zien. Uiteraard euthanasie, 6.000 keer gemiddeld ongeveer toegepast in Nederland. En dan is er nog 1 klein grijs vakje wat in 2015 door de onderzoekers morfine plus werd genoemd. Dat is het grijze gebied waarbij meer morfine werd gegeven dan eigenlijk nodig was.
en ook morfine met het doel het overlijden te bespoedigen. Dat is obsoleet geraakt, de praktijk van morfine overdoseren, gelukkig maar, want we weten van morfine dat het eigenlijk slecht sedeert. En dat mensen veel bijwerkingen krijgen. Het bekendste is natuurlijk het delier. En morfine is niet voor niets genoemd naar Morpheus, de Griekse god van de dromen. Zoon van Hypnos, de Griekse god van de slaap. Het overdoseren van morfine is ook iets wat in de KMG-richtlijn als kunstfout wordt aangemerkt. En ik hoop dat het niet meer toegepast wordt in Nederland, want het is geen goede dood. Wat zijn nou de medische interventies in die laatste levensfase? Nou, ik had deze dia gebruikt voor mijn presentaties voor co-assistenten. En ik had uiteraard de symptoombestrijding er altijd staan. Het geven van morfine, andere medicijnen in die laatste fase. Uiteraard palliatieve sedatie, acute palliatieve sedatie. Daar zal ik zo nog iets over vertellen, en euthanasie. En op een gegeven moment sprak een co-assistent mij aan. Die zei van ja, maar eigenlijk is het belangrijkste, de belangrijkste interventie die wij als dokters kunnen doen, is er zijn. Vragen beantwoorden, fysiek beschikbaar zijn, telefonisch beschikbaar zijn als het niet goed gaat bij een stervensbed. En ik geef hem ook gelijk. Ik denk dat er zijn, het rust brengen in een sterfbed, de communicatie, het praten met naasten en ook met nabestaanden over wat er gebeurt of wat er gebeurd is. Dat is eigenlijk de belangrijkste waarde die wij als medici kunnen toevoegen aan een patiënt die stervende is. Ik zou nog heel even kort ingaan op acute palliatieve sedatie. Dat is iets wat iets minder bekend is. Palliatieve sedatie geef je een pomp met midazolam of nozinan of propofol. Bewustzijn wordt verlaagd en dat is vaak een geleidelijke schaal. Bij acute palliatieve sedatie, dat wordt ook in de richtlijnen wel omschreven, mogen wij in één keer een hogere dosis Dormicum geven. In de richtlijn staat 15 milligram, de ambulances gebruiken zelfs ook 15 milligram. En dat mogen we doen als iemand acuut dreigt te overlijden. Bijvoorbeeld bij een massale bloeding of bij verstikking. Dan geven we 15 milligram Dormicum. Ik heb dat zelf niet zo vaak gehad, dat toegepast moest worden. Ik kan nog één keer goed herinneren. Was in 2003, toen was ik artsassistent op de verpleegafdeling in het Martini-ziekenhuis waar ik opgeleid ben. Ik had een mevrouw opgenomen met een aneurysma van haar aorta. En die mevrouw die had slikklachten en we hadden haar opgenomen en we snapten niet helemaal waar die slikklachten vandaan kwamen. Op de thoraxfoto was een enorm aneurysma van haar thoracale aorta te zien. En we zouden een gastroscopie doen omdat we vermoeden dat er een fistel zou zijn. En we zitten 's ochtends bij de ochtendoverdracht, 8 uur. En de telefoon gaat, de verpleegkundige die belt mij en die zegt, mevrouw is bloed aan het ophoesten. Dus ik ben meteen naar boven gerend samen met de co-assistent en we kwamen die kamer binnen en we zien die mevrouw liggen en ze was niet bloed aan het ophoesten, het spoot eigenlijk uit haar mond. Het was echt een massale bloeding en die mevrouw had een acute verbloedingsshock. En toen dacht ik, ja, hier is geen redden meer aan. Nu is er een indicatie voor acute palliatieve sedatie. Dus de co-assistent rent naar die mevrouw en ik ren terug naar het medicijnkastje. Hing halverwege de afdeling, nog met een sleuteltje, want we hadden nog geen pasjes. En ik kwam bij dat kastje om die Dormicum op te zuigen. Alleen, dat kastje zat op slot en de verpleegkundigen die waren natuurlijk allemaal naar die mevrouw gerend. Dus ik kon die Dormicum niet pakken. Dus ik ben teruggegaan naar die mevrouw. En toen zag ik eigenlijk dat die mevrouw al aan het kerspen was. Ze lag al te sterven op dat moment. En er kwam eigenlijk ook niet zoveel bloed meer uit haar mond. En toen zag ik iets wat me erg bijgebleven is. De co-assistent die was naast haar neergeknield. Die had haar hand vastgepakt. En ik hoorde de co-assistent nog zeggen, slaap zacht. En toen dacht ik, dit is er zijn. Dit is zoveel belangrijker dan wat ik wilde doen met die medicatie. Die co-assistent die bleef erbij. Er zijn is de belangrijkste interventie die wij kunnen doen bij patiënten die sterven. Nog even over palliatieve sedatie. Dat is een praktijk, ik ben heel blij dat we die mogelijkheid hebben. Een praktijk die enorm toegenomen is. Bij 32.500 overlijdens in 2016 toegepast. Het is nog wat verder gestegen de laatste jaren.
Ik wil kort nog even ingaan op iets wat interessant onderzoek is. Komt met name uit Liverpool, de bakermat van de palliatieve zorg. En dat is iets wat we de final common pathway zijn gaan noemen. Het blijkt dat mensen die sterven, dat er zelf de patronen optreden. En misschien kent u deze, hè, kan je het overlijden zien aankomen. Het gaat over het markeren van de terminale fase. En misschien kent u deze kat wel. Een New England Journal of Medicine gepubliceerd in 2007. Dat was een kat, die heette Oscar, in een Brits verpleeghuis. En die kat die ging op het bed liggen van bewoners die gingen overlijden. En dat bleek steeds weer opnieuw te gebeuren. Oscar jumps onto her bed, curls up beside Mrs. K. Her family is called and shortly thereafter Mrs. K dies. Dus deze kat kon op de een of andere manier, ze kunnen in het artikel niet helemaal erachter komen waarom deze kat dat wist, maar het bleek iedere keer weer te kloppen. Een zeer lezenswaardig artikel in de New England Journal of Medicine 2007. Maar kunnen wij als dokters het overlijden zien aankomen? Nou, zeker wel. Dat komt namelijk door het concept van de final common pathway. Dat is eigenlijk een metabole ontregeling van het lichaam, waarbij er allerlei cytokines vrijkomen, die leidt tot een cascade aan reacties. Er zijn vier patronen herkend. Dat is het anorexie-cachexie-syndroom. Heel centraal in het overlijden staat de verminderde pompfunctie van het hart. En daarmee samenhangend de verminderde functie van lever en nieren en uiteindelijk ook een cerebraal zuurstoftekort en ischemie. Dit zijn patronen die bij alle stervende patiënten optreden. Ik ga ze kort even langs. Dat anorexie-cachexie-syndroom, dat kennen we natuurlijk wel goed. Patiënten met kanker die eten slecht, die vallen snel af. En ik had een paar maanden geleden ook nog zo'n familie die, hè, misschien herkent u dat wel. Hè? Een patiënt had een ernstig uitgebreid gemetastaseerde ziekte. Die at niet meer en die familie zei van ja, u vertelt ons dat onze geliefde doodgaat. Maar ja, u doet er ook helemaal niks aan. U geeft helemaal geen voeding en eigenlijk moeten we zonder voeding geven enzovoort. U herkent de casus. En dan vind ik deze quote, en dat kan je niet helemaal goed aan patiënten of aan naasten vertellen, maar dit is wel het centrale mechanisme. Het is eigenlijk een irreversibele cascade van reacties. Hè. Patiënten overlijden niet omdat ze niet meer eten. Maar ze eten niet meer omdat ze gaan overlijden. Ik denk dat het heel belangrijk is om dit in het oog te houden. Gedaalde cardiac output. En hier komen we bij het markeren van de terminale fase. En, door de daling van cardiac output, door al die metabolieten die in de circulatie komen, ontstaat er een nog slechtere perifere circulatie. Hè. Mensen krijgen huidafwijkingen, livido reticularis noemen we dat. Er komen verkleuringen van met name romp, benen en armen treedt op. We zien bij stervende patiënten dat door die circulatiestoornis het gelaat gaat invallen. Er ontstaat een spitsere neus, drogere slijmvliezen. Mondzorg is erg belangrijk in de terminale fase. Verpleegkundigen zijn daar erg goed in. Maar er treedt ook nierinsufficiëntie op. Hè. Als je lab zou prikken bij mensen die sterven, zie je vaak nierfunctieproblemen ontstaan. Dat geeft natuurlijk uremie en dat geeft sufheid. Ik denk dat die nierinsufficiëntie en ook de leverinsufficiëntie die vaak optreedt, dat heel relevant is. Want dat geeft uiteraard een slechte klaring van medicatie. En wat wij weten uit onderzoek van Erik Geiteman, een internist uit het Erasmus ziekenhuis, die heeft gekeken naar hoeveel medicatie patiënten die sterven in Nederland nog krijgen. En het blijkt dat een week voordat patiënten overlijden, dat de gemiddelde Nederlander nog 9 verschillende medicamenten krijgt. En op de dag van overlijden blijkt dat de gemiddelde Nederlander nog 6 verschillende geneesmiddelen krijgt. En uiteraard, dat zijn ook geneesmiddelen die nodig zijn. Maar in een kwart van de gevallen bleek dat ook op de laatste dag van het leven mensen in 25% van de gevallen nog preventieve medicatie krijgen. En dan heb ik het over cholesterolremmers, bloeddrukverlagers, bloedverdunners en dat soort zaken. En dat is natuurlijk heel vervelend omdat patiënten dat moeten innemen. Maar door de slechtere klaring van de nieren en van de lever leidt dat ook tot veel meer bijwerkingen van dit soort medicijnen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om de dood en die terminale fase op tijd te markeren en vooral ook het soneren van medicatie. Want daardoor is de kwaliteit van het sterven slechter.
Het onderzoek van Erik Geiteman is een nadrukkelijke oproep aan ons als dokters om daar beter mee om te gaan. Het saneren van medicatie is essentieel in de laatste fase van het leven. Mensen krijgen oliguri en anurie, uiteraard leverinsufficiëntie, zoals ik al net zei, met sufheid. Patiënten raken door die cardiale dysfunctie krijgen ook respiratoire insufficiëntie door het optreden van longedeem. Dat geeft benauwdheid, maar ook dat geeft weer sufheid. Dan treedt er ook nog cerebrale hypoxie op. Deze dia is niet helemaal goed geprojecteerd, maar dat geeft niet. Cerebrale hypoxie is eigenlijk het vierde onderdeel van de final common pathway, met zuurstoftekort in de hersenen. Uiteraard ook samenhangend met die cardiale dysfunctie. Leidt ook weer tot sufheid. Maar het leidt tot twee hele belangrijke symptomen van het sterfbed. En de een is de afname van reflexen. De hoest- en de slikreflex nemen af. En dan zien we een symptoom wat typisch bij stervende patiënten ontstaat. Namelijk de cumulatie van sputum achter in de keel en het reutelen wat dan kan ontstaan. En reutelen is vervelend, niet zozeer voor de patiënt, maar vooral voor de omgeving, voor de familie. En de beste behandeling van reutelen is misschien op de zij leggen, niet uitzuigen. Maar de allerbeste behandeling voor reutelen is koffie voor de familie. Want die familie moet je begeleiden, dat is heel erg belangrijk. Dus reutelen behandelen we vooral door begeleiding van de familieleden en zeggen dat de patiënt daar in het algemeen echt geen last van heeft. En het tweede symptoom van de stervende patiënt is dat door die cerebrale hypoxie dat Shane-Stokes-ademhaling ontstaat. De adempauzes treden op, een typisch adempatroon van stervende patiënten. Ik sla deze dia even over. Ik kom straks nog even op die Shane-Stokes-ademhaling terug. Dit is verpleegkundig onderzoek naar de symptomen in de laatste levensfase. Dus gekeken naar de laatste 3 dagen, naar de laatste 24 uur. De belangrijkste symptomen in de laatste levensfase zijn vermoeidheid, geen eetlust, kortademigheid. En de laatste 24 uur, en dan heel belangrijk denk ik, die droge mond, verminderd bewustzijn en vermoeidheid. Ik vind dit een heel erg interessant onderzoek. Het is een afstudeeronderzoek van een mevrouw die is gaan kijken van wat zijn nou wanneer treden de signalen van de naderende dood precies op. En zij is 8 dagen voor het overlijden gaan kijken naar 4 belangrijke symptomen in de laatste levensfase. Dat is reutelen, aapneus, het optreden van anorie en het optreden van somnolentie. En dag 0 is de dag van overlijden. Je ziet dat reutelen een symptoom is van de laatste 2-3 dagen. Op dag van overlijden heeft de helft van de patiënten krijgt last van reutelen. 1 op de 3 krijgt last van aapneus, ook typisch een symptoom wat in de laatste 2 dagen optreedt. Dan moet ik weer even een persoonlijke anekdote vertellen. Mijn vader is vorig jaar overleden in een verpleeghuis. Hij had Parkinson, had een urineweginfectie. En een hele moeilijke discussie ethisch gezien, want hij had een ongecompenseerde urineweginfectie. Maar het ging zo slecht met zijn Parkinson dat wij als kinderen hebben gezegd van nou, we willen eigenlijk niet meer dat hij antibiotica krijgt. En dat heeft uiteindelijk 3 weken geduurd voordat hij echt overleden is. Maar op een gegeven moment kreeg hij Shane-Stokes-ademhalingspatroon. En toen was ik deze presentatie aan het voorbereiden. En mijn familie die zei meteen van, ja, jij bent de dokter, dus jij moet nu vertellen, hè, van moeten we nou blijven slapen enzovoort. Dus had ik deze dia, ja, echt heel slecht. Ik had deze dia. En toen zei ik, kijk, hij heeft Shane-Stokes-ademhalingspatroon. Nou, dat is echt iets van de laatste 2 dagen eigenlijk. Dus mijn familie zei, nou, dan blijven we gewoon bij hem slapen. Dus 4 stretches, ik heb 2 broers en een zus, 4 stretches om het bed heen. En ja, wij gingen daar, het was een hele gezellige nacht met een fles wijn erbij. En, maar de dag daarna worden we wakker en mijn vader die was nog gewoon Shane-Stokes aan het ademhalen. En dat heeft vervolgens 8 dagen geduurd. Dus mijn familie zegt 1 ding, jij weet echt helemaal niets van palliatieve zorg af. Dus, maar goed, zo kan je zien dat het niet altijd klopt. Anorie treedt op bij de helft van de patiënten in de laatste levensfase. En somnolentie is denk ik een van de allerbelangrijkste symptomen van stervende patiënten. 3/4 van de patiënten is op de dag van overlijden eigenlijk niet goed meer aanspreekbaar. Ook iets wat belangrijk is om tegen de familie te zeggen. Hè. Neem op tijd afscheid, want door alle medicatie en door de insufficiëntie van leven, nieren en hart en longen treedt er vaak sufheid op. Een belangrijk symptoom. Hoe lang heb ik nog? Nog 10 minuten, oké.
Heel kort iets vertellen over palliatieve zorg bij COVID-19. Dat is natuurlijk een ziektebeeld wat heel jong is en wat we steeds beter leren kennen. Het valt op dat in de palliatieve zorg bij COVID er wat andere belangrijke punten spelen. Uiteraard de dyspneu, een van de belangrijkste problemen die we zien in de laatste fase. En in het algemeen wordt ook gezegd, er zijn twee manieren om dyspneu te bestrijden bij corona. Dat is door middel van opioïden. En dat is door middel van zuurstof, waarbij zuurstof zeker in de laatste dagen wat minder waarde heeft. Het is vooral proberen te behandelen met morfine, meestal 10 milligram per dag, 20 milligram. Maar er is ook in de richtlijnen en ook in de studies daarnaar wordt geadviseerd om ook fentanyl te geven. En zuurstof heeft een wat minder belangrijke rol bij patiënten met corona. Wel bij patiënten die nog optimaal behandeld worden, maar als patiënten gaan sterven, vooral tijdig morfine geven. Ik ga iets sneller. Een ander probleem wat we vaak bij corona zien en in de palliatieve fase is angst en het delier. Patiënten met angstklachten worden vaak behandeld met Haldol of met benzodiazepines. Dat is van toegevoegde waarde. En het derde wat we vaak zien is angst bij patiënten en ook bij zorgverleners voor besmettingen. Het was vooral in de eerste golf speelde dat een grote rol. Je ziet met het beschikbaar komen van voldoende beschermingsmaatregelen dat eigenlijk allemaal wat afgenomen is. Maar inderdaad, in de eerste golf zijn patiënten soms ook eenzaam overleden. En dat is natuurlijk verschrikkelijk voor het afscheid nemen. Waarbij kinderen en kleinkinderen soms ook niet fysiek aanwezig mochten of konden of durfden te zijn. En dat heeft denk ik een enorme impact gehad. En ik vind het een enorm ethisch dilemma van hoe gaan we om met het afscheid nemen van patiënten met corona en de besmettelijkheid. En ik hoop dat alle zorginstellingen daar nu wat beter in gewapend zijn. Een paar ontwikkelingen in de palliatieve zorg en ik wil er twee noemen. Ik vind die wel relevant. Dat is namelijk dat de waakmand in opkomst is, eigenlijk analoog aan de kraammand. Waarbij aan stervende patiënten of aan de families van stervende patiënten een mand wordt gegeven. Die vol zit met boeken, gedichtenbundels, kussens, dekens, producten voor zelfverzorging. Snacks en ook kaarsen. Die snacks werden trouwens bij ons in het ziekenhuis allemaal gejat door verpleegkundigen, maar dat maakt allemaal niet uit. En dat vond ik heel interessant, ik heb ook waakmanden gezien waar bijvoorbeeld een telefoondraadje zit om je telefoon op te laden. Want het blijkt dat families vaak vrij acuut gaan waken en dan kunnen ze hun telefoon niet meer opladen en niet meer communiceren met de buitenwereld. Dus dat is denk ik interessant, in de meeste ziekenhuizen inmiddels beschikbaar en je ziet het ook steeds meer ontstaan in de thuiszorg. En de tweede, en dat vind ik een ongelooflijk mooi concept, dat is het koppelbed. Dat is bij elkaar gerend en gezwommen door de renners van Roperen en tijdens de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. Er is heel veel geld binnengehaald. En bijna elk ziekenhuis heeft één of meerdere van deze bedden, waarbij er een bedframe gemaakt is, waarbij het matras iets overhelt. En als een patiënt stervende is, kan je dit bed tegen het bed van de stervende aanschuiven. En kunnen mensen letterlijk lepeltje lepeltje liggen. En die intimiteit wordt enorm gewaardeerd door partners en door kinderen of door ouders. En dat koppelbed is denk ik in één jaar tijd overal geplaatst, mede dankzij de inspanningen van goede doelen. Dus ik vind dat koppelbed is vermeldenswaardig. En je ziet dat ook in de thuiszorg dit bed een enorme vlucht aan het nemen is. Denk eraan bij stervende patiënten dat je dit kan toepassen. De familie zal u daar zeer dankbaar voor zijn. Palliatieve zorg. Ik denk dat er nog veel uitdagingen zijn. Met name existentiële en sociale dimensie verdient nog onze aandacht.
Ik denk ook dat het in de opleidingen nog veel meer aandacht mag krijgen. Communicatie gebeurt veel, communicatietraining. Maar de aandacht voor zingevingsvraagstukken die onze patiënten krijgen, het opmerken dat dit soort dingen spelen, is denk ik nog wel iets wat in de opleidingen veel meer aandacht mag krijgen. De palliatieve zorg in de opleiding staat echt nog in de stijgers, moet echt nog anders. Het is een vakgebied met grote maatschappelijke relevantie. Kijk maar in de krant, je vindt vaak vraagstukken over de palliatieve zorg. Er zijn veel ethische kanten. Het gaat over empathie en compassie, betrokken zijn, de medemenselijkheid van de zorgverlener ten opzichte van de patiënt. En het gaat ook over de positie van de zorgverlener ten opzichte van de patiënt. En als laatste, en ook daar zijn ontwikkelingen, is de zorg voor de zorgverlener. De dood is rouw, niet alleen voor de patiënt en zijn naaste, maar ook voor de zorgverlener. En je ziet dat de meeste ziekenhuizen inmiddels beschikken over peer support teams. En ik denk dat dat een hele waardevolle aanvulling is op de zelfzorg die nodig is om dit vak goed uit te oefenen. Ik wil één column uit het boek wat ik geschreven heb, slotcouplet, wil ik aan u voordragen. En het heet Sans un million grand cru. Met ingehouden adem loop ik ver naar mijn reguliere werktijd, precies op het afgesproken tijdstip naar de longafdeling waar één van mijn patiënten op mij ligt te wachten. We plannen dit soort afspraken bij voorkeur aan het einde van de dag, want van werken erna komt het sowieso niet meer. En ik raal de vraag die mij al dagenlang een groot deel van mijn nachtrust heeft gekost. Ga ik dit echt doen? In de krant lees ik steeds vaker dat mensen schrijven over euthanasie alsof het voor een dokter de gewoonste zaak van de wereld is. Alsof het er gewoon bij hoort. Alsof je kunt vragen om euthanasie en dat de arts dat dan wel even regelt. Alsof de procedure in feite een formaliteit is. En het gemak waarmee vaak gedacht wordt over deze voor alle betrokken partijen ingrijpende procedure verbaast mij steeds weer. En laat ik duidelijk zijn. Ik ben beslist principieel voorstander van euthanasie, mits op goed afgewogen gronden. Maar slechts zelden lees ik over de beleving van de arts die een euthanasie uitvoert. Over hoe heftig het is om de procedure in te zetten en over de impact die het op al zijn behandelaars heeft. Want alles wat op mijn werk gebeurt kan tijdens de korte rit terug naar huis vervagen. Of het nou longkanker is, een slecht nieuwsgesprek, palliatieve sedatie en ook de dood. Euthanasie is voor mij hierop een grote uitzondering. Want de beelden van elke casus waar ik bij betrokken ben blijven hangen. De gedachten aan mijn handelen tijdens dit bijzonder medisch ingrijpen willen vaak niet uit mijn hoofd verdwijnen. Ik kan me letterlijk alle euthanasiecasus waar ik tot nog toe bij betrokken was in detail herinneren. En veelal zijn dat mooie beelden van een waardige dood met een prachtig afscheid. Maar ook zijn er rauwe herinneringen aan het plannen van een tijdstip. En vooral die loodzware wandeling naar de kamer van de patiënt op het moment van de afspraak. De oudere meneer in kwestie ken ik al ruim een jaar. Ik begeleid hem op mijn polykliniek omdat hij te kampen heeft met een allerverschrikkelijkst longfalen. De longrevalidatie heeft zijn ernstige benauwdheid niet kunnen verbeteren en daarom ben ik al lang overgegaan op morfinetabletjes om die benauwdheid te behandelen. Zijn gewicht is inmiddels een puinhoop. Hij is zeker 15 kilogram afgevallen en de laatste tijd gaat zijn toestand snel achteruit. Met name gedurende de nachten is hij erg benauwd. Hij is een schim van de man die hij ooit was, zo heeft zijn dochter omschreven. En kon haar onmogelijk ongelijk geven. Wat heeft de benauwdheid hem angstig gemaakt? Hij heeft gesprekken gevoerd met een psycholoog en een geestelijk verzorger. En uiteindelijk kreeg hij ook tegen die angst pillen. Maar tijdens zijn huidige opname is het hoge woord er dan eindelijk uitgekomen. Wilt u mij een spuitje geven? Laat mij gaan, want zo kan ik niet veel langer. Wel de huisarts en deze bevestigt dat ook daar al over euthanasie gesproken is en dat de wens dus al langer bestaat. Een tweede arts komt patiënt beoordelen en geeft akkoord. Uiteraard noodzakelijke voorwaarden om euthanasie te mogen toepassen. En dan stellen we ook vast wanneer de procedure plaats zal vinden. Alle formaliteiten zijn daarmee afgerond, maar een dag later, een dag voor de euthanasie, ontstaat twijfel bij mij. Want doe ik het eigenlijk wel goed? Is dit wel de weg naar het beste leven zijn? En hoe sta ik er nu zelf eigenlijk in? Daarom moet ik hem nog eens zien, de man. Hij ziet grauw en is benauwd. Maar hij is vooral vastberaden en veel moediger dan ik. En hij kijkt me indringend aan als ik er nog eens over begin. En zijn lot is te lezen in zijn ogen.
Daar vind ik het bewijs dat hij ondraaglijk lijdt, de bevestiging waarnaar ik op zoek ben. Als ik een dag later de longafdeling oploop, blijkt deze compleet uitgestorven. En het lijkt wel alsof iedere patiënt en iedere verpleegkundige op deze doorgaans luidruchtige afdeling met dit moment en deze patiënt bezig is. Ze hebben zich vast ademloos achter de kamerdeuren en in de toiletten verscholen, fantaseer ik. En vanuit hun schuilplaats volgen ze mij gangen. In de overdrachtsruimte tref ik de keukenzuster. Kom straks een kop koffie drinken, stelt ze voor. En dan loop ik naar het kamertje achteraan de gang. De verpleegkundige, vrijwillig voor deze dienst opgegeven, gaat me voor. En daar ligt hij. Daar ligt de man die zo gaat sterven, omdat ik hem een injectie geef. Eindelijk, zegt hij, als we binnenkomen. En ik heb me echt eindeloos op dit moment voorbereid, maar wat zeg je in godsnaam? De oudere meneer maakt korte metten met die onzekerheid. Ga zitten. En hij pakt een prachtige fles Saint Emilion Grand Cru 2007. Want ik ga in stijl. We drinken een half glas wijn en wisselen wat woorden. Er is humor. Maar zijn dochter staat met tranen in de hoek. En bijna vaderlijk neemt hij dan de regie uit mijn handen. Doe het maar, moedigt hij me aan. Ik prevel onsamenhangende dingen over sterkte en succes. En het is allemaal volslagen belachelijk. Maar zijn ogen glimmen. Dan pakt zijn dochter hem vast. Ik zie een kus. Ik zie twee op elkaar lijkende handen die worden samengevouwen. En hij spreekt zachte woorden die alleen zijn dochter en ik kunnen opvangen. En die woorden zijn zo mooi en zo intiem dat ik meteen weet dat ik ze nooit meer hardop zal herhalen. En dan geef ik het eerste middel en ik deins terug. Mijn hart lijkt over te slaan. Sneller, langzamer. Ik krijg zweethanden en gedachten flitsen door mijn hoofd. Mijn blik schiet naar de klok, ik zie de tijd. En ineens hoor ik de stilte. Ik zie de bomen buiten, ik zie de wind. Ik zie de hand van de verpleegkundige die verschijnt met een spuit. En ik zie dat ze trilt. En ineens zie ik dat ook ik tril. Het tweede middel, ik spuit het in, daar gaat het heel snel. En dan heb ik het gedaan. Het is gebeurd. En meteen ben ik bang. Ik ben bang dat hij niet dood zal gaan. Of eigenlijk ben ik vooral bang dat hij wel dood zal gaan. Het zijn bizarre en verwarrende gedachten. Kijk naar zijn ogen. Ze staan wijd open en hij kijkt terug. En niet lang na die tweede injectie wordt zijn ademhaling rustig en stokt. En ineens, echt in fracties van seconden, veranderen die zo rustgevende ogen van vorm en kleur. De kleine pupillen worden groot en het helderblauw van de irissen wordt troebel. En ook zijn gelaatskleur verandert. Hij wordt ineens helemaal bleek. En dan is hij dood. De keukenzuster schenkt koffie op de nog steeds totaal verlaten in avondschermen gehulde afdelingen. En weer voel ik die gespannen stilte op deze prachtige woensdagavond in de lente. In de verte klinken geluiden van een druk terras en gelach. De stemmen van kinderen die voetballen op het plein. Het mooie leven. Maar ook voel ik een arm om mijn schouder. Want het is goed. Al snel komt de assisterend verpleegkundige binnen met mijn collega die als steun in huis is gebleven. En met een kop koffie in de hand overdenken wij in de keuken de bizarre gebeurtenissen van de afgelopen 15 minuten. En rationeel is het goed, maar gevoelsmatig sta ik in lichte laaien. To hell met het protocol, hoor ik mezelf zeggen. En ik trek de kurk los. En met z'n vieren drinken we op zijn zeer uitdrukkelijk verzoek de fles wijn leeg die nog over is. Op zijn leven, op zijn dood. Euthanasie. Voor een specialist of huisarts is het een onderdeel van het vak. Maar als ik naar huis rijd, bedenk ik dat ik de nacht voor deze procedure nooit goed zal slapen. Nooit zal ik vinden dat dit er gewoon bij hoort. En nooit zal het als een formaliteit voelen. Want dat is het niet. Dank u wel. Sander, voor deze aangrijpende, ik ben er stil van, aangrijpende lezing die jij hield, waar ik natuurlijk ook een heleboel dingen wel in herkende. Ik zat vaak ja te knikken. Twee afsluitingen. Het peer support, ik neem afscheid van het medische faculteit, van de studenten. En een van de laatste bijeenkomsten die wij dan houden als coach met onze studenten gaat over overlijden.
En ik moet zeggen, bemoedigend, ik ben er nu weer druk mee bezig. Ik heb aanstaande woensdag weer gesprekken met studenten om af te sluiten. En onder andere moet ik dan hun verslag lezen over het thema overlijden. En dan lees ik toch tot mijn grote geruststelling dat zij veel support hebben aan het peer support in de ziekenhuizen. Dus het werkt geweldig. Het is goed dat we, ze er met elkaar over kunnen praten. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk voor ons, de toekomstige dokters, dat je er later zult moeten zijn.